nummer 27 alweer. En deze keer had ik in de podcast commandant van de Koninklijke Militaire Academie, namelijk Gerbe Verhaaf. De rode draad door zijn militaire carrière is één zin. En dat is: het kan wel. Hij is dan ook een intrinsieke verbeteraar met een positieve houding. In deze Samen Sterker podcast vertelt Gerbe hoe hij opgroeide in Groningen en hoe hij in eerste instantie afgewezen werd omdat hij te jong was als jachtvlieger. Hij gaf niet op en 2 jaar later startte hij zijn carrière binnen het ministerie van Defensie als vlieger. Zijn missie nu? De KMA moderniseren en meer op te leiden in houding, gedrag en kameraadschap. Vind je de podcast te lang? Check dan de beschrijving en spring naar jouw favoriete hoofdstuk. Wil jij meer podcasts vinden van veranderaars binnen het ministerie van Defensie? Zoek dan Samen Sterker podcast via YouTube, Spotify of Soundcloud. Beste mensen, doe ons een plezier. Like, deel of reageer even over deze podcast, zodat wij weten wat jij ervan vindt. En dan wil ik je nu uitnodigen om te genieten van de podcast van de commandant van de Militaire Academie, Gerbe Verhaaf. Het ministerie van Defensie. Een bedrijf met gepassioneerde, trotse en talentvolle mensen. In deze podcast verbinden wij deze mensen, zodat ze samen sterker worden. Zoek Samen Sterker podcast en luister of kijk via YouTube, G-Pal, iTunes, Spotify of Soundcloud. Nou, welkom Gerbe Verhaaf. Aan tafel hier. Ik weet even niet welke het is. Het is heel slecht. Maar ik denk dat dit de 27ste Samen Sterker podcast is. Ja, ik zag een heel rijtje, zag ik. Al wel meer een rijtje. Ja. Hè? Ja. Dus ik introduceer jou even kort. Wat ik van je weet. Ooit opgeleid tot jachtvlieger. Ja. Een paar maanden geleden leerden wij elkaar eigenlijk kennen. Want toen had jij vanuit jouw jaargenoten. Vanuit welk jaar? Je zei het net tegen me. 1986. 1986. Ja. Toen zat een tijdje geleden. Met onze toekomstig. Of wanneer begint die? CDS Designee, dat noemen ze hem tegenwoordig. Hè? Ja, ja. De huidige PCDS. Maar hij wordt CDS op 15 april. Ja, toch? Ja. Onder Eichelsheim, ook in de podcast gehad. Volgens mij een podcast van 4 geleden. En toen leerde ik jou kennen, want toen kwam ik er eigenlijk achter dat jij een hele trouwe, nostalgische man bent. Die... Dat is een typering die ik nog niet zo heel vaak heb gehoord. Maar, ja. Mooi. Maar waar komt dat uit naar voren? Omdat jij dus, en dat zegt wel wat over jou, al de oude kameraden waar jullie ooit daarmee in het gelid stonden in dat jaar, hebt benaderd om een hele mooie video voor Onno. En dat vond ik heel bijzonder, want dat had ik eigenlijk nog niet meegemaakt dat iemand dat deed. Dus. Ja, ik had jou er ook een beetje mee verrast. Hè? Ja. Het was iets te uitgebreid, begreep ik. Maar ik vond het wel heel gaaf. Ja. Dus jachtvlieger, je hebt heel veel gedaan binnen Defensie. Wat ik van je weet in ieder geval is jachtvlieger, interventieteam en op dit moment commandant van de Militaire Academie. Ja, dat klopt. Ja, toch? Ja. Wil je daar nog wat aan toevoegen? Misschien interessant. Een tijdje in het buitenland gewoond, ook als jachtvlieger. In Arizona, exchange vlieger geweest. Dus dan komt er een Amerikaanse vlieger voor mij hier in Nederland vliegen. En ik ga als Nederlandse vlieger in een Amerikaanse eenheid vliegen. Ook 3 jaar in Washington gewoond voor het JSF-programma, het F-35-programma. Daar nou, ook een beetje zo'n 10 jaar gewerkt. En wat je overslaat, maar wat toch wel ook mij heeft gevormd, is 4,5 jaar Den Haag bij het op het departement. Kijk. Ja. Kijk. En wat heb je daaruit meegenomen als je dat zou moeten? Eigenlijk dat hoe belangrijk het is als je voor een breed beeld van wat er gebeurt binnen Defensie, om daar als officier een keer te werken. Om te begrijpen waarom dingen in het land gebeuren zoals ze gebeuren. En waarom dingen in Den Haag gebeuren zoals ze gebeuren. En als je dat kan plaatsen, maakt dat je dingen ook beter in perspectief kan zetten. En het beter kan uitleggen. Ook beter begrip? Ja, meer begrip voor elkaar. Ja. Ja. Want het is misschien wel een mooie, hè, om daarmee te staan. Van de dingen die ik vanuit het interventieteam, ook vanuit de periode daarvoor in Den Haag heb meegekregen, is dat, dat spreek ik niet alleen voor Defensie, denk ik, maar voor bijna iedereen. Maar er is bijna niemand die 's ochtends opstaat om de boel die dag eens even lekker te gaan verstieren. Dus iedereen staat op,
met zijn beste beentje voor te gaan zetten. Iedereen wil zijn best doen, wil het goed doen. Ja. En er is geen mens die zegt, nou, ik ga het vandaag eens even lekker fout doen. Ja. En als je vanuit dat perspectief uitgaat, als je vanuit dat basisprincipe uitgaat, dan is er dus altijd een brug om begrip voor elkaar te kweken. Ja. En als je begrip voor elkaar hebt, dan kom je tot consensus. Ja, ja. Mooi. Mooi. Ik denk dat we het hier nog uitgebreid over gaan hebben. Wat ik bedacht me vanochtend in de auto, want we hebben het nu over jou in de zakelijke context. Hè. Je hebt nu verteld wat je gedaan hebt en wat jou gevormd heeft tot de commandant op dit moment van de militaire academie en tot Gerber ook, hè. Ja. Tot mens. En om jou een klein beetje beter te leren kennen, dacht ik, als we nou Gerber zijn sleutelbos er eens bij pakken, voor de mensen die luisteren. Ik heb hier een autosleutel, een BMW, en ik heb hier denk ik een kluis of een fietssleutel. Ik heb hier een remove before flight. Deze ken ik van de luchtmacht. Ja, een beetje de stand. En ik denk een huissleutel, maar ik geef hem aan jou. Ja. En dan wil ik jou vragen om jouzelf eens aan de hand van deze sleutelbos voor te stellen. Oh, nou, dat is. Nou, dan begin ik gewoon bij de hanger die eraan hangt, zeg maar. Hè? De remove before flight. Ja, dat is toch een klein beetje wel de rode draad in mijn leven. Hè? Hij is ook rood, voor de luisteraar. Ja, hij is inderdaad rood. Aan de ene kant staat remove before flight. Aan de andere kant de open dagen luchtmacht in 2005. Dus toeval. Maar ik kan niet ontkennen dat bijna aan al mijn sleutelbossen thuis, ook aan die van mijn dochters en van mijn vrouw, daar hangen dit soort dingen aan. Omdat dat gewoon. Onbewust. Ze zijn heel handig, heel praktisch. Ja. Hè? Je verliest je sleutels niet heel snel. Je verliest je sleutels niet heel snel. En daar heb ik wel de neiging toe. Dus vindbaar. En het is iets wat je voorhanden hebt. Wat je zelf toch ook een beetje kenmerkt. Want dat is wel zo natuurlijk. Hè? Mijn hele carrière staat wel, heeft zich wel afgespeeld binnen Defensie. En is begonnen bij de luchtmacht. Dat is voor een groot deel ook bij de luchtmacht. Dus ja, dat is wel tekenend voor mij. Want als oud brandweerman, zoals je weet, ja. Die dingen die hangen aan het vliegtuig voordat ze starten. Hè? Ja. En daarmee wordt een vliegtuig veilig gesteld. Hè? Alle bommen en alles wat eronder hangt, wordt op die manier. Dan zien ze vanaf een afstandje. Dat toestel is veilig, is aan de grond. Precies. En voordat ze gaan vliegen, worden die dingen verwijderd. Ja. Hè? En als je met live bewapening gaat vliegen, dan hangen daar deze dingen aan. En die staan en die worden pas, de pinnen noemen ze dat, hè? De pinnen worden getrokken door het bewapeningspersoneel of door de crew chief, afhankelijk van wat voor type pinnen je praat. En daar hangen van die grote streamers hangen eraan. Om te voorkomen dat ze over het hoofd gezien worden. Ja. En het vliegtuig kan pas hebben wanneer al die streamers eraf zijn. Dat betekent dus ook dat alle bewapening dan klaar is voor gebruik. Ja, scherp. Ja. Dus het helpt. Mooi. En mij helpt het om mijn sleutelbos te vinden en bij me te houden. Dus dat is wel mooi. Ja. Gaaf. Dan ga ik, en ik doe het een klein beetje op volgorde, Danny. Want ik merk dat ik nu mijn voordeursleutel pak. En dat is toch wel, als je het hebt over de basis, dan is dit wel de basis. En is mijn familie en mijn gezin is een belangrijk item voor me. Het is een sleutel van een huis van bijna 100 jaar oud. Mijn vrouw en ik hebben die 4 jaar geleden gekocht en eerst 2,5 jaar geklust eraan. We doen graag dingen zelf. Mm-hmm. Eerlijkheid gebied dat we daar een beetje van teruggekomen zijn. Want het zet je sociale leven echt wel op een laag pitje. Ja. Als je naar een huis koopt waar echt heel veel aan moet gebeuren. Maar we zijn er nu ook gewoon wel simpelweg wel trots op wat er gebeurd is. We zijn nog steeds niet helemaal klaar. Dubbel glas wordt nu bijvoorbeeld gezet. Ja, ja. As we speak. Ja. Maar het huis is wel de vorm die het heeft. En er moet nog een hoop gebeuren. Maar de vorm die het heeft is wel zoals we dat graag willen. Ja, mooi. En daar zijn we trots op. Dat is, dus dat is mooi. Daar zit een hoop werk in. En dat is voor mij ook. Het is fijn thuiskomen. Laat ik het zo. Belangrijke basis. Nou, belangrijk. Ja. Stabiliteit thuis. Ja. Dus dat is een belangrijke. Je noemt het een kluissleutel. En dan gaan we het iets luchtiger maken. Maar het is de sleutel van het stuurslot van mijn BMW. En dat heeft ermee te maken dat 3 jaar geleden 2 van mijn auto's gestolen zijn.
Twee BMW's. Ik ben, okay. Hoeveel pech kun je hebben? Ik kan, nou ja. En dan denkt iedereen, ach ja, BMW. Hè, de standaard kreet, grote BMW en dikke BMW. Maar ja, ja. Over het algemeen zijn mijn BMW's wat ouder. Okay. Dus ook deze auto's, die werden gestolen, waren, ik geloof, als ik me niet vergis. De ene was 12 jaar oud en de andere was 8 jaar oud. Maar toch werden ze gestolen, omdat ik wel houd van het merk. Ik vind het een mooi merk. Toen heb ik besloten om toch met een stuurslot te gaan werken tegen mijn natuur. Want ik vind, dat voel ik me eigenlijk zelf een beetje beperkt in mijn vrijheid. Hè? Want ja. Ik vind gewoon dat je van andermans spullen af moet blijven, dus ook van mijn spullen. Ja. Je wilde gewoon op kunnen springen, weg kunnen rijden. Ja, ja. Ja. Maar nu zit er ligt wel zo'n stuurslot onder mijn stoel, omdat ik deze niet kwijt wil. En deze heb ik vorig jaar gekocht en dan kwamen we op de autosleutel. Mm-hmm. Ik had voor mijn dochters een oud Golfje gekocht van 20 jaar oud, een cabrio. Ja. Zoals je weet, hè, ik heb 3 dochters die wat ouder zijn en 2 kinderen die wat jonger zijn. Mm-hmm. Daar zit een gat tussen. Ja. En mijn oudere dochters gingen studeren. Het huis uit. En kwam toch een oude liefde weer boven. Mijn vrouw kreeg een auto, een leaseauto. En toen dacht ik van ja, dan ga ik toch weer kijken naar een BMW. En toen hebben we samen mijn vrouw gespeurd en een BMW Z4 van 11 jaar oud gevonden. In Duitsland, die heb ik zelf geïmporteerd en meegenomen hier naartoe. Dus daar komt de sleutel vandaan. Mooi. Maar die gaat me niet gestolen worden. Dus daar zit het stuurlot. Ja, ja, ja. Dus dat is een beetje... Mooi. Mooi, want ja, wat bij mij opkomt is toch wel avonturier. Ja, dat zit wel in de aard van het beestje, ja. Proactiviteit, want je gaat zelf... het is nogal wat. Ik zit midden in een verbouwing, al maanden. We douchen buiten, ja, letterlijk. Ja, ik herken het. En dat vergt nogal wat van een relatie. Ja. Want het is echt pittig. Het is echt pittig. Dan kun je zeggen van, wij fixen dat wel. Nou, dat is echt pittig. Nee. Bij mij gaat het gelukkig goed. Als ik dat zo van jou hoor ook. Dat zegt ook wat over je relatie, ja. Over jullie twee. Dus hartstikke mooi. Ja, eigenlijk over ons vijf. Hè? Want, over jullie vijf, ja. In de eerste 2,5 jaar waren natuurlijk nog geen kleintjes, maar we hebben met z'n vijven, met mijn dochters en mijn vrouw, hebben we op een, ik denk, als het 12, 13 vierkante meter was, wat we vrij van stof en bouwpuin hadden, dan was het veel. Ja, met een oud campinggas kookstelletje. Ik denk dat je het herkent. Hè? Ja, ja, ja. Ja. En een Bouvier hadden we toen nog. Een grote Bouvier. Maar als je nu terugkijkt, dan is het een van de gezelligste tijden van onze leven. Dus het doet iets met je relatie. Het vraagt veel. Want je moet het niet onbeperkt doen. Ja, maar het ja. geeft je ook wel goede herinneringen. Ja. Rijkelijk sociaal leven ook, hè, volgens ja, mij. Ja, ja, ja. Ja, ja, zeker. Ja, dat is een belangrijk element. Ja. Leuk om je zo wat beter te leren kennen, man. Ja. Zo met zo'n sleutelbos gewoon. Hè? Ja, ja, dat is spontaan. Ik moest er even over nadenken, maar... goed idee van je. Ja, toch? Ja. Ja. En dan rij jij op een ochtend in die BMW of fiets je? Ik probeer zoveel mogelijk te fietsen. Ik woon, als ik rustig aan fiets, 7 minuten fietsen van mijn werk. Dat is een luxe omstandigheid. Dat heb ik nog nooit gehad in mijn carrière. Maar dit is heel fijn. En ik fiets over het algemeen, tenzij ik echt iets heb waar ik dingen mee moet nemen. Of zoals wij bij de luchtmacht zeggen, in het blauw of in het groen. En dan echt in het nette pak moet. Ja, ja. En dan pak ik vaak de auto. Ja, mooi. Waarom begin ik zo, Gerben? Omdat we nemen onszelf mee naar ons werk. We nemen ons privéleven mee naar ons werk. En waar ik het met jou eigenlijk over wil hebben. Je bent ook aangedragen door een gemeenschappelijke bekende van ons. Ja. Die waren onder de indruk van jouw leiderschap. Nee, op zich is dat al iets waar je heel bescheiden van kan worden natuurlijk. Ja, toch? Ja, dat is wel een hele eer. Ja. Ik moet zeggen, toen hij belde en vroeg of dat oké was, toen dacht ik ook wel van... Ja. Hè, we hadden... Ik heb het rijtje gezien. Het is een wat je hebt geïnterviewd. Het is een zeer aanzienlijk rijtje. Hè? Ja. Ik voel mij oprecht vereerd dat ik mag aanschuiven. En ik denk ook dat volledig terecht is wat ik van je gehoord heb. En die persoon die ik vanochtend aan de lijn had, die jou aangedragen heeft. Ik had hem net echt nog een 3 kwartier geleden aan de lijn. Die zei wat wel een loesje slagzin is die bij Gerben past. Oh, een loesje, ja. Weet je hem? Nee, geen idee. Het kan wel. Oh, ja, zeker. Ja, ja,
Ja, ik ben... waarom de term loesje moet je even uitleggen, denk ik. Maar het kan wel. Is... loesje als in... Die scheurkalender. Ja. De scheurkalender. Oh nee, zeker. Het kan wel. Ja, zeker. Nee, dat is ook wel... Nou, als je het over rode draad hebt, dat is de rode draad in mijn leven. Het kan echt wel. Dat is, ik ben een ontzettende positivist. Ik ben echt een intrinsieke verbeteraar. Mm. En dat is wel een klein beetje de lijfspreuk. Het kan wel. Waar komt dat vandaan? Dat is lastig. Ik denk dat dat ook een klein beetje in je genen zit. Het zit in je karakter. Het zit in je... Als jonge heb je een aantal ervaringen. Tenminste, die had ik. Waar ik echt tegen de stroom in moest zwemmen. En dan lukken dingen. Mm-hmm. En dan ga je het gevoel krijgen van... het kan wel beter. En ik kan wel dingen die ik van tevoren had gedacht... of die mensen van mij dachten dat ik ze niet zou kunnen. Wanneer zwom je tegen de stroom in? Ja, dat begon eigenlijk al met het begon eigenlijk voor de sollicitatie voor vlieger al. Hè. Mijn ouders kwamen uit de Betuwe, uit twee kleine dorpjes uit de Betuwe. Waren eigenlijk pioniers in hun tijd al. Want waren naar Groningen verhuisd voor het werk van mijn vader. En dat deed je in die tijd niet. Hè. Je bleef dicht bij je familie wonen. Ja. Dus mijn ouders waren echt, die gingen weg. Kwamen terugwonen. Ik maak het verhaal iets korter dan wat het is. Ik kan maar terugwonen in de grote stad, Ridderkerk. Rotterdam-Zuid zo'n beetje, hè, de omgeving. En daar groeide ik op. Maar wel met ouders die nog de sterk Betuwse moraal en waarde hadden. Waarde norm hadden. En ik was als kleine jongen natuurlijk. Ik zocht de grenzen op. Want dat zit ook in de aard. En daar hadden mijn ouders dus wel eens wat moeite mee. Dan leer je eigenlijk dat je denkt van, ik ga naar de HAVO. Ik ga eens een keer naar een open dag en ik wil vlieger worden. En ik weet nog dat mijn wiskundeleraar van de HAVO op dat moment zei, joh, vergeet het maar. Ik ben met een 5 geslaagd voor wiskunde op de HAVO overigens. Mm. Daar ga je nooit leren, want je abstract denkvermogen is totaal niet... En toen werd ik afgetest in de eerste ronde. Ik had alle testen gehad. Ik weet nog, ik kwam met de psycholoog te spreken. En die psycholoog die zei tegen mij, ja, ik was 17, even uit mijn hoofd nog. Ik vind je nog wat jong. En toen dacht ik, en ik weet nog dat ik daar zat, wie ben jij nou om dat voor mij te vinden? Hè? Ja. Ik wil, zei die maar, als je... Over 2 jaar, toen moest er 2 jaar tussen zitten. Nu tegenwoordig hoeft er maar 1 jaar tussen zitten. Maar als je over 2 jaar terugkomt en je mag je nog een keer proberen. En toen dacht ik, dan ga ik van de HAVO doorstromen naar de VWO. Ja. En dan ga ik het nog een keer proberen. En diezelfde wiskundeleraar die zei van, maar je gaat toch niet wiskunde meenemen naar het VWO? Hè? Ik zei, jawel, want anders kan ik niet solliciteren. Ja, precies. Ja. Ja. En ik ben met een 4 geslaagd voor het VWO. Voor wiskunde. Komt er nog. Want ik had daar 8's en 7's. Want ik wist echt wel wat ik wilde. Toevallig had ik ook dezelfde leraar. Overigens niks ten nadele van de leraar hoor. Want ik had een hele goede band. Ik sportte met hem. Ik ging schaatsen met hem. Alleen we hadden geen klik op het gebied van wiskunde. Ja. En toen werd ik aangenomen de tweede ronde. Dus toen mocht ik kiezen. Toen mocht ik naar de KMA. En toen bleek dat ik dat dus ook wel had. Want de wiskundige vak op de KMA ging me eigenlijk gewoon goed af. Dus daar begon het een beetje van. Mijn ouders zagen het niet zo zitten dat vliegen worden. En vonden het heel stoer. Maar dachten van, doe maar gewoon. Hè, dan doe je al gek genoeg. Mijn vader is wel een luchtvaartenthousiasteling. Dus die had stille hoop, denk ik, dat het goed ging. Ja. En daar begon het. Leven ze ook nog, je ouders? Ja, allebei? Ja mijn ouders leven allebei. Mijn vader wordt 80 aanstaande zondag. Wauw. Ja. Dus het wordt ook ingeënt tegen corona. Dus dat is mooi. Oh, dat mag nu. Ja, dat mag nu. Dus dat is mooi. En mijn moeder wordt ook 80 in juli. Dus ze leven allebei nog. Dus ik ben in een gezegende omstandigheid dat beide ouders nog leven. Tot zijn ouders? Zeker. Ja, zeker. Ja. Het is vanuit de Betuwse achtergrond soms wel eens wat moeite om dat te laten merken, om dat uit te spreken. Maar dat zijn ze zeker. Wat zijn die normen en waarden waar je het net over had? Um,
Eigenlijk vrij. En ik zou haast zeggen klassieke, maar dat is niet zo. Het is betrouwbaarheid. Doe maar gewoon, dat doe je gek genoeg. Mm-hmm. Een stukje integriteit wel. Integer gedrag. Mm-hmm. En dat heb ik bij mijn ouders altijd gezien. Hoe verder je in je carrière komt. Je komt altijd op onderwerpen waar ethisch gezien lastige beslissingen genomen moeten worden. En dat heb ik altijd gezien bij mijn ouders ook. Dat ze daarmee soms worstelden. Maar dat wel altijd vanuit een bepaalde intrinsieke balans deden. Ja. En dat is wel een voorbeeld voor me. Dat wel overwogen. Ja, ook. Ja, waarbij de menselijke maat altijd centraal staat. Ja. Dat is, ja. Mooi. Mooi, mooi, mooi. Ik, weet je, ik doe hem wel eens aan het einde, maar ik heb ook voor jou een kleine videoboodschap. Wat denk ik heel veel over jou zegt. En ook heel veel over het gesprek wat we verder nog gaan voeren. Als het gaat over leiderschap. Okay. En hoe jij leiding geeft binnen een militaire academie. En ik denk dat het ook veel gaat zeggen over het leiderschap van de toekomst. Ja, ik ben heel benieuwd. Dus ik hoop dat de techniek gelijk werkt. Ja. Ik ga even hem erbij pakken. Het is altijd maar de vraag of we hem dan door onze koptelefoons gaan horen. Maar hier komt hij. Ja, Joris. Hallo Gerben. Vorig jaar rond deze tijd was je net begonnen als nieuwe commandant KMA. En dat was een lastige start om een aantal redenen. Ten eerste, de KMA had echt een deuk in het imago opgelopen als gevolg van een aantal ernstige incidenten in het verleden. In de tweede plaats was de coördinatie en de synergie tussen jouw sub-eenheden echt ver te zoeken. We waren allemaal aangevangen met een onderwijsvernieuwingsprogramma onder druk van de opko's, zonder dat er goede coördinatie tussen die sub-eenheden was. En in de laatste plaats werden we allemaal geconfronteerd met de coronacrisis, waardoor we al vrij snel thuis moesten werken, zonder dat we echt hadden kunnen investeren in teamvorming. En dat leidde tot frictie. Jij en ik hebben in maart op jouw bureau bij elkaar gezeten, ondanks de lockdown, waarin ik jou de vraag gesteld heb, waar heb jij behoefte aan? Aan een ondercommandant of aan een staffunctionaris? En jouw antwoord was hartstikke duidelijk: aan een ondercommandant. Jij gelooft in dienstbaar leiderschap. Jouw principes zijn vrijheid en verantwoordelijkheid. Dat betekent dat jij ons heel veel bewegingsvrijheid geeft. En je verlangt van ons dat we slimme keuzes maken op basis van een gedegen contextanalyse. Jij bent veel meer de voorzitter die verbindt en de juiste randvoorwaarden creëert. En wat ik fijn vind is dat je niet op andermans stoel gaat zitten en dat je pas instapt op het moment dat daarom wordt gevraagd, of op het moment dat het nodig is, en dan sta je er ook als boegbeeld van de KMA. Dat doe je met flair, je straalt rust uit en vertrouwen. Gaat er dan niets fout binnen de KMA? Ja, zeker wel. Maar dat vind ik misschien wel jouw grootste kracht. Je zorgt voor een veilig klimaat waarin mensen zich durven uit te spreken. Ik denk dat je mijn eerste commandant bent waarin ik me volstrekt veilig voel om te reflecteren, ook op jouw persoonlijk functioneren en ook op momenten dat een moeilijke boodschap is, zonder dat ik de angst heb dat wij samen de verbinding verliezen. Bij de cadetten geven wij altijd aan dat de kernkwaliteit van een officier is het zijn van een reflective practitioner. Nou, dat mag je zo meteen zelf uitleggen. Jij bent hiervan een heel mooi voorbeeld. En daarmee, Gerben, vind ik jou precies de juiste persoon om de noodzakelijke modernisering van de KMA te kunnen leiden. Ik heb het afgelopen jaar heel veel van je geleerd en daar ben ik je erg dankbaar voor. Mooie woorden. Ja, toch? Ja. Ja, ik spreek Joris natuurlijk vaak, maar en hij geeft ook wel eens aan dat hij dat hij het heel plezierig vindt. En samenwerking, dat is wederzijds. Ik vind het ook heel plezierig. Het grappige is dat dit is misschien wel een leuke, dat karakteriseert een klein beetje wat hij zei. Ik was in mijn introductieperiode, ik kwam voor de kerst eventjes kijken op de KMA. En toen sprak ik hem, toen konden we nog op een receptie bij elkaar staan. Wil je nog wat water trouwens? Ja. Alsjeblieft. En toen zei hij tegen mij van,
Nogmaals, we kennen elkaar verder even niet een jaar hebben. Als commandant KMA zie ik jou toch meer als huismeester. Van de, en ik weet nog dat ik dacht van... dat wordt een lastige dobber. Want zo zie ik mezelf echt niet. Ja. Dat is logisch vanuit hoe de KMA is ontstaan. Hè? De opco's hebben natuurlijk, hè, de operationeel commando's, een heel grote C erin. Je ziet drie duidelijk gedefinieerde kleuren binnen de KMA. Maar de kunst is juist om enerzijds die opco's te bedienen. Om te zorgen dat ze krijgen wat ze nodig hebben. En anderzijds de synergie binnen de KMA te behouden. Ja. Dus dat was mijn opdracht ook. En het grappige was dat nou, binnen een maand nadat ik formeel commandant KMA was, was dat hele gevoel weg. Is dit gevoel van samenwerking, van wederzijds respect met Joris, maar ook met de rest van het MT overigens, is echt gegroeid. En dat heeft een enorme vlucht genomen toen we echt starten met nadenken over wat willen we nu met de KMA? Ja. Wat moet er gebeuren? Ja. Ik vraag hem altijd. Hè. Ik vind dat belangrijk, want dat zegt veel over jou ook als mens. Ik denk dat we daar veel van kunnen leren. Hoe is het voor jou om dit te ontvangen van een collega hier met een koptelefoon op? En zo'n podcast moet natuurlijk een beetje de mens achter de functionaris laten zien natuurlijk. Dus, die nemen we altijd mee. Ja. Naartoe. Heb ik de naam om vrij extrovert te zijn? Dan ben ik eigenlijk niet, want ik laat het zelden echt zien. Ik zit wel vol passie en vol. Als iets bij me binnenkomt, dan laat ik dat meestal niet zo kennen. Zit ook in de aard van het beestje, zo word je ook opgevoed. En dat is de Betuwse achtergrond misschien een klein beetje. En als jachtvlieger is dat natuurlijk ook not done. Maar dat komt wel bij me binnen. Het is wel, als iemand zoiets over je zegt. Hè, en zeker het zinnetje wat Joris zei over... dat ik de eerste commandant was waar die zich vrij voelde om alles bespreekbaar te maken. Nou ja, hij heeft net zo'n lange carrière als ik binnen Defensie. Ja. Dat is een compliment. Dat is, die zag ik niet aankomen. Nee. Maar het is wel... van een van je medewerkers zeker een van de grootste complimenten die ik ooit kan krijgen. Voor mij. Ja. Ja. Als persoon. Ja. En klopt het ook dat ik zag dat jij, want hij begon natuurlijk met een aantal dingen die niet lekker liepen, dat jij de film af aan het spelen was? Ja. Ik zag jou je film afspelen, klopt dat? Ja, zeker die beginperiode op de KMA. Er was een hoop gebeurd. 2018, 2019, KMA stond een klein beetje in de hoek. Ik vergelijk het altijd met een jonge hond met een staart tussen de benen. Weet niet helemaal goed wat hij fout heeft gedaan. Maar er zijn echt dingen fout. Ja. Dat weet iedereen. Ja. De hele KMA krijgt ervan langs. Maar niet iedereen is natuurlijk slecht. Hè? Als je even in de gaten houdt wat ik zei, hoe ik begon. Iedereen staat 's ochtends op met zijn beste beentje. Iedereen wil weer best. Maar om zo'n organisatie in beweging te krijgen. Dat is een film die afspeelde. Hè? De verschillende. Wat je krijgt is, als je die jonge hond voor de KMA zou moeten typeren. Dan zijn dat drie kleuren die sterk in hun eigen kleur teruggetrokken waren. Die zich, en dat krijg je vaak dan. Hè? Dan ga je richten op je primaire proces. En dat was aan de opco's, aan de operationele commando's afleveren. En als ik dat in mijn zeil maar goed doe, ja, dan komt het goed. Mm-hmm. Maar KMA als organisatie. Hè, als organisatie die echt alle mogelijkheden heeft om trots op zichzelf te mogen zijn. 192 jaar oud, officiersopleidingen, leiderschapsprogramma's. Dus daar... als je het vanuit dat perspectief bekijkt, dan zie je dat daar lag heel veel werk. En die hond die stond in de hoek en die wist niet goed waar hij heen moest. Vond je dat eng? Nee, want ik had het eerder meegemaakt toen ik op Leeuwarden commandant werd. Vliegbasis Leeuwarden commandant werd. Toen, ik weet het nog als de dag van gisteren. Ik was 2 maanden commandant. Ik was heel trots, want het was mijn eerste kolonelsfunctie toen. Commandant Leeuwarden. En ik zat 2 maanden en toen maandag zelfs K nam me even apart. Voorafgaand aan de commandanten daar. En zei, nou, hou er rekening mee, Gerben. In het beste geval worden jullie een DOB. Dus een kleinere eenheid. Mm. Daar gaat ongeveer de helft ervan af. Hij zegt, maar hou er rekening mee dat het slot toch op het hek gaat. Van Leeuwarden. Het is geen fijne boodschap om te horen. Krijg je personeel dan maar eens gemotiveerd. Ja. Hoe doe je dat? Nou, dus sterker nog, dat...
personeel voelt dat ook. Hè? En daar trek ik de parallel tussen Leeuwarden en tussen de KMA. Dat personeel voelt dat en gaat zich er ook naar gedragen. En personeel wat niet trots is op hun werk. En ik zeg personeel, maar ik vind dat eigenlijk een beetje een te abstract begrip. Want het gaat om je mensen. Hè? Mensen die zich niet trots voelen op wat ze doen. Mm-hmm. Die gaan niet in beweging komen. Die gaan niet uit die hoek komen. Ja. Die staart gaat niet tussen de benen uit. Want die zijn bang om stappen te maken. Ja. Dus de eerste stap die je altijd moet maken. In mijn ogen. Hè, dus ik ben ook maar een individu. Maar in mijn ogen is om die mensen te laten zien. Dat wat ze doen. Dat het ertoe doet. Nou, dat is makkelijk bij Defensie. Dat vergeten we wel eens. Hè? Mm-hmm. Ik stond vanmorgen, ging ik mijn zoontje wegbrengen naar de crèche. En toen sprak een moeder mij aan. En die zei, ja, ik zie dat jullie toch ook wel een hoop voor corona doen. En dat, dus je hebt eigenlijk, het ligt op straat. Je hebt een product wat iedereen aanspreekt. We moeten het alleen nog zelf leren inzien. Mm-hmm. En als je dan op een vliegbasis werkt of op de KMA... Ja, dan heb je helemaal een project of een product waar mensen zich trots op moeten voelen eigenlijk. En als je dat terug weet te brengen in een organisatie, dan gaat die organisatie rennen. Ja. Als je mensen ruimte geeft om te bewegen, dan gaan ze rennen voor je. En het is altijd fijner, en dat heb ik dus zowel in Leeuwarden gezien als op de KMA, maar ook wel in mindere mate op de bestuurstaf, op de defensiestaf in Den Haag. Het is altijd veel fijner om op de rem te moeten trappen dan om mensen maatje 43 onder een achterste te zetten om ze in beweging te krijgen. Alleen voordat ze in beweging gaan, moeten ze dat vertrouwen hebben dat ze ook dingen kunnen doen. Nou, dat is eigenlijk het grootste compliment wat Joris mij gaf natuurlijk. Ja. Hè? En Joris is maar... En dat zeg ik niet, laat dunkend over hem. Maar het is één van de ondercommandanten. Het is mijn plaatsvervangend commandant ook. Hè, als commandant KMA. En als hij dat zegt, dan weet ik zeker dat het ook uitgestraald wordt in de rest van de organisatie. Ja. Dus dat doet wat. Dat is, Ja. En want je zegt net iets heel belangrijks. Hè? Je zegt, we hebben een prachtige organisatie. We doen hartstikke mooie dingen. Ja. Maar... Ik kan mij herinneren uit mijn tijd als brandweerman of als infanterist. Ik zat op zo'n grote crash tender. Ja. Als ik er nu aan terugdenk, denk ik, wauw, dat was eigenlijk best wel heel erg mooi werk. Het is al een tijdje geleden. Ik zie nu pas als ik terugkijk, en ook toen ik in Afghanistan rondliep, wat voor mooi werk ik eigenlijk gedaan heb. Ja. Maar als je daar middenin zit, in die processen, die procedures, dat systeem, dan zie je dat eigenlijk niet meer zo goed. Nee. Hoe laat je mensen zien dat hun werk, wat ze doen, al die kleine stukjes bijdragen aan het grotere geheel? Ja. Dat is een grotere vraag dan je denk ik door hebt nu. En dat is een vraag over de manier waarop we onze organisatie hebben ingericht op Defensie. Ook niet typisch voor Defensie, want dat zie je ook bij andere departementen en je ziet ook in het bedrijfsleven wel. Wij hebben sterk de neiging om, als ik dat moet typeren, te verdwalen in de waan van de dag. Mensen niet. De toekomstige CDS, mag ik zeggen, want hij is natuurlijk, ik ken hem goed. Maar zei, wat is de bedoeling achter iets? Ja, zeker. We vergeten soms mensen te vertellen wat nou die core business is. Waartoe zijn wij op aarde? In een organisatie als de onze hebben we natuurlijk 20, 30 jaar lang sterk de neiging gehad om te bureaucratiseren. Hè, om dingen in regels te vatten. Want bezuinigingen, daar moet je regie op voeren. Anders worden ze niet. En dan hebben we sterk de neiging om te sturen of dat we de 100 kilometer op de snelweg moeten hanteren. Wat begrijpelijk is vanuit die tijd. Maar wat we echt nu achter ons moeten laten. Hè, sinds 2014 komt er alweer geld bij Defensie. Dus ja, we moeten echt, zeker, dat moeten we afschudden. En daar moeten we iets mee. En dat betekent dat als je mensen wat meer vrijheid gaat geven, en dat kan ook in mijn ogen, kan zeker, want de meeste mensen hebben, net zoals dat ze 's ochtends opstaan met een mesterbeentje voor, hebben ze echt wel gevoel bij waar een organisatie toe dient. Als je ze laat zien wat die core business is en je richt ze met die focus, dan komt de energie vanzelf. Mooi voorbeeld bij de KMA, hè? Je had het over de piramide. Als ik iedereen vraag om de organisatie van de KMA te tekenen, dan kan ik uittekenen voor je. Hè? Dan is het gewoon, dan wordt het een driehoekje met de kolonel aan de bovenkant. Ja. En de opleiders
aan de onderkant. Ja. En alles wat daartussenin zit. Ja. En het grappige is... Traditioneel. Ja, traditioneel. Ja. Ja. En het grappige is... En ik vertel hier helemaal geen nieuws. Hè. De meeste managementtheorieën zie je dat natuurlijk al. Het zijn de harkjes. Het zijn de harkjes. Minzenberg en we kennen ze allemaal. Ja, ik heb ze ook nog geleerd op de KMA inderdaad. En daarna nog in de HDW. Dus dat is de... Maar het grappige is dat zo'n kadet die binnenkomt... En het is een, ik besef dat ik de KMA een beetje als metafoor voor andere organisaties gebruik ook. Maar omdat het nu dichtbij staat. Maar zo'n kadet binnenkomt, die gaat helemaal niet direct met die kolonel te maken hebben. Tuurlijk, die houdt een welkomstpraatje de eerste 10 minuten. En dan als goed kadet denk je van... die kolonel, nou, die hoop ik niet te vaak te zien. Want dat is... En die, zie je dan ook, en die zie je dan ook alleen op... dus dat proberen we ook te veranderen overigens hoor. Want ja. Dat is ook niet goed. Maar die komt juist met die opleiders in aanraking. Ja. Dus ik zeg vaak, en dat is een quote die ik ook... moet ik wel eerlijk toegeven, die heb ik ook een beetje van Joris geleend. Maar die hebben we ook echt in uitvoering gebracht. Hè? Niet alle goede ideeën hoeven van jezelf te komen. Maar die driehoek moet op zijn kop. Die kolonel... Die moet bepalen hoe de benen van de driehoek staan. Hè? Wat de hoek tussen de benen van de driehoek. Welke ruimte de organisatie krijgt. Zeg maar plat gezegd hoe de vangrails lopen. Maar die moet zich niet bemoeien met wat er op de werkvloer afspeelt. Want dat is wat in de lijn moet gebeuren. Hè? Daar zitten de experts. Ja. De opleiders, dat zijn de experts. En als je die de ruimte geeft om te ontwikkelen. Dan gaan er hele mooie dingen gebeuren. En dat zag je op de KMA ook gebeuren. Hè? Je ziet dat... waarna Joris noemde het even, dat onderwijsvernieuwing van buitenaf werd opgelegd. Nu een jaar later staan we op een punt waarop de organisatie zelf zegt van... Hey baas, we willen vernieuwen, want we moeten mee met de tijd. Hè. We kijken naar onze omgeving, we moeten mee. Nou, datzelfde zag je op vliegbasis Leeuwarden ontstaan. Hè. We kregen te horen van we gaan eigenlijk op slot. Nou, toen kwam onbemande vliegtuigen kwamen om de hoek. Was eigenlijk voor een... Vliegbasis Leeuwarden was dat natuurlijk een beetje... Ik moet eerlijk zeggen, hè, ik wil niemand op de tenen... maar het was een beetje vies woord, onbemand. Ja, zeker. En toch zagen we toen... en dan moet je mensen voorhouden... Dat echt voorhouden, dat dat de toekomst is. Dat we nog één generatie bemande jachtvliegtuigen gaan krijgen... waarschijnlijk met F-35. Ja, ja. Maar dat we wel, dus als je mee wil naar die toekomst... dan moet je instappen. Ja. En ondanks die dreiging... Van sluiting, van verkleining. Zie je dat, dat mensen mee gaan denken. Hè? En dan krijg je van... toen had ik natuurlijk ook de tijd mee. Want toen kwam het bericht dat we F-35 gingen aanschaffen. En dat ze ook naar Leeuwarden kwamen. Toen kwam het bericht dat we onbemande vliegtuigen gingen krijgen. Dat ze ook naar Leeuwarden kwamen. En niet onbelangrijk, dat geldt voor beide organisaties. Leeuwarden en de KMA. De hele omgeving ging ook meedenken. Hè? Dat is grappig. Ja. Als Defensie zijn we vaak intern gericht. We hebben de mond vol van met twee benen in de maatschappij staan. Nou, ik durf te zeggen dat een zeldzaamheid is. Ja. Dat we dat echt staan als onderdeel. Mm-hmm. Maar op Leeuwarden heb ik gezien wat de omgeving voor je kan doen. Als zij en dat die omgeving vaak... zich al identificeert met het feit dat de organisatie is. Hè? Vliegbasis Leeuwarden zit al decennia lang al Tweede Wereldoorlog achter, moet je denken, in de buurt van Leeuwarden en is één met die stad. De KMA is 192 jaar eenheid met Breda. Ja. Het vaandel van de KMA is geschonken door de burgers van Breda. En ik legde contacten met de hogescholen en toen kreeg ik te horen van, hey, dat is eigenlijk gek, ja. De KMA wordt niet door de commandant vertegenwoordigd in het bestuurlijk overleg hoger onderwijs. Breda. Ja. Terwijl, dus dat zijn de dingen die we echt veranderd hebben. Is dit ook wat jij bedoelt? Je had het over, Joris had het over een gedegen contextanalyse. Ja. Valt dit stuk onder die gedegen contextanalyse? Al is wat ik net vertelde wel universeel voor elke organisatie die je aan wil pakken. Trots op je eigen product. Trots weten welk puzzelstukje jij legt in die organisatie. Hè? Waarom jij ertoe doet. Mm-hmm. Kunnen we zo meteen misschien nog wel wat over doen. Want dat is vanuit het interventieteam heb ik daar wat aardige dingen meegemaakt. De verbinding met de omgeving zoeken. Mm-hmm. We worden het heel simpel. We worden betaald door de belastingbetaler. Ja. Dus die omgeving heeft gewoon ook... Hè, we moeten die verbinding. We zijn het verplicht. Ja, die hogescholen bijvoorbeeld. Ja, we zijn het verplicht aan onze stand. Ja. Om, en dan denken we vaak dat we een product hebben wat uniek is. Nou, dat is niet waar.
Want ik leid op. En ja, de KMA is in zekere zin uniek. Dat het natuurlijk vanuit een stuk, wat we al gezegd hebben, een stuk kameraadschap krijg je mee in je opleiding. Leiderschaps- en persoonlijkheidsontwikkeling. Dat, daar zijn niet alle opleidingen van. Maar simpelweg het delen van ervaringen met corona. Hè, wat corona vanuit een sociaal perspectief doet met je studenten. Mm-hmm. Dat alleen al kunnen delen en daarin kunnen samenwerken. Ja. Ja, dat is een heel belangrijke. En daar zie ik nog wel eens dat we de neiging hebben om iets te veel op onszelf in onszelf gekeerd te zijn. Ja. En dat de kracht daar vooral ook ligt aan in de omgeving waar we in zitten. Ja, ja. Wat ik ook wel interessant vind, want jij zegt, kijk, we zitten natuurlijk nog steeds in een, wat je al zegt, een bureaucratische organisatie. Ik zie wel langzaam dat we wel steeds innovatiever worden, dat er steeds meer kan op sociaal gebied ook. Rangen en standen. Vroeger sprong je echt direct in de houding voor de hoge rang. Daar is steeds meer ruimte. Hè? Ja. Ik denk ook dat dat belangrijk is voor een innovatieve, creatieve organisatie. Dat dat ook belangrijk is. Maar jij zegt die omgekeerde piramide. Ik gebruik de metafoor van de wolven wel eens. Ken je dat? De roedel wolven. Uh-huh. Waar loopt de leider? Die heb ik. Ik ken het plaatje. De leider loopt ergens achteraan. En er zit er zelfs een ruimte tussen, ja, tussen de roedel zelf en de verkenners. Yes. En de leider zelf loopt. Ja. Waarom denk je dat dat is? Dat is goed. Als je het hebt over dienstbaar leiderschap, hè, het ondersteunen van achteruit. Eigenlijk, hè, als je het hebt over de metafoor en de piramide op zijn kop, hè, het plaatsen van de hoek tussen de benen van de driehoek, dus de piramide, dat doet die leider van achteruit. Ja, die geeft de vrijheid aan de voorkant. Dat is de. Ja. Ja. En dan gaat die roedel dus de juiste kant op. En die mensen voorop bepaalde snelheid. Ja. Ja. Is dat wat jij doet? Dat is een goeie, moet ik even over nadenken. Dat denk ik wel. Wat ik net al zei. De mensen voorop bepalen de snelheid. Is een goeie. Want als je stuurt, of dat je de 100 kilometer op de snelweg moet handhaven. Hè? Dan stuur je. Ik heb je ook een grafiekje toegestuurd. Dat ik tijdens een opleiding in Den Haag mee heb gekregen. Over hoe we de organisatie sturen. Hè? Dat was een grafiekje met 3 assen. Hè? Van welk niveau sturen we? Waarop sturen we? Sturen we op de input, op de throughput, op de output of de outcome? Op het effect? Ja. Hè? En waarmee sturen we? Sturen we op dwang, op geld, op proces? Of sturen we op overtuiging? En die had ik uitgezet. Hè? Ja. En het grappige is, en daar heb ik deze week de mooiste voorbeelden van gezien weer. Over welk niveau je nou ook praat, of je nou over mijn niveau hebt, over die. Maar we hebben historisch de neiging als militairen om te sturen op input. Want dan komt het wel goed, hè? Dan hebben we de. Ik had van de week in het kader van modernisering KMA, het ontwikkelingstraject waar we met de KMA in zitten, hebben we 3 werkgroepen gedefinieerd die de engagement met de organisatie aan moeten gaan. En de opdracht is, breng in kaart wat er goed gaat, want dat willen we benutten, dat willen we handhaven. Mm-hmm. Maar inventariseer ook wat er beter kan. En van tevoren hadden we er natuurlijk over na kunnen denken. Hè? We hadden kunnen zeggen, we willen dat jullie een enquête gaan uitvoeren. Of we willen dat jullie. Maar we hebben de 3 groepjes voorzien van kartrekkers. En de enige opdracht die ik ze heb gegeven deze week, en ik heb met alle 3 onafhankelijk een gesprekje gehad, was. Als commandant wil ik graag over 3 maanden van jullie zien. Niet in een lijvig rapport van 80 pagina's, maar gewoon 4, 5 A4'tjes over wat gaat er goed op de KMA. Op alle niveaus, procesmatig, maar ook hoe we met elkaar omgaan. Wat kan er beter? Waar kunnen we verbeteren? En daar is niks gek genoeg. Je mag buiten de organisatie gaan. Je mag met, voor de KMA is de faculteit natuurlijk een belangrijke. Ga met de faculteit praten. Ondersteuners, ga met ondersteuners praten. Want ik wil een breed beeld van die KMA hebben. Dat waren de vangrails die ze krijgen. En je ziet op het moment dat je het zegt, gaan er ideeën borrelen in die hoofden. Zeggen ze van, maar dan moeten we even onderling met elkaar gaan praten. Hè? Want de groepjes zijn ingedeeld in 3 thema's natuurlijk. Hè? Leven, wonen, werken. Leren, wonen, werken, sorry. En die zijn met elkaar gaan praten en dan komen de mooiste ideeën uit. En die had ik van tevoren nooit kunnen bedenken. Als ik ze van tevoren de gerichte, zeg maar de 100 kilometer mee had gegeven.
dan hadden ze dat gaan uitvoeren. Ja. En nu krijg ik allemaal ideeën binnen. Omdat je de vrijheid omdat geeft. Omdat je de vrijheid geeft. En je krijgt, en de, dat is de lesson learned natuurlijk. Hè? En zie je dat de energie loskomt bij mensen. Omdat ze die vrijheid krijgen om het ook te gaan doen. Ja. En dat is, ja, dat is niet uniek voor de KMA. Dat zie je eigenlijk. Dat heb ik eigenlijk op al mijn functies wel gezien. En alle teams die ik heb mogen leiden. Of waar ik onderdeel van heb mogen uitmaken. Dat je veel beter. En er gaan dingen fout. Hè? Ik weet zeker. Ik krijg zo meteen. Ik krijg ergens de komende weken. Krijg ik iemand aan de lijn. Die is verontwaardigd. Dat hij benaderd is met die vraag. En, ja. Maar als je dat kan uitleggen. Dan heb ik veel liever. Dat ik kan uitleggen als iemand van luister. Maar waarom wordt die vraag aan jou gesteld. Als externe organisatie. Omdat jouw organisatie het toe doet voor de KMA. Ja. Kou uit de lucht. Ja. Zo is het. Want zo als je het toe doet. Ja, zo is het. Dan mag je meepraten. Ja. En dan is natuurlijk wel de kunst om de brug te slaan en gezamenlijk een toekomst te doen. Je gaat nooit iedereen individueel tevreden stellen. Dat kan alles niet. Dat kan niet. Maar het is de kunst om dan een weg te kiezen die begrijpelijk is, waar iedereen zich achter kan scharen. Nou, en daar zitten we op dit moment op de KMA in. Dat is op Leeuwarden ook redelijk gelukt, moet ik zeggen. Het gaat er goed. Wat er op de KMA goed gaat. Ja. Benieuwd wat daaruit gekomen is natuurlijk. Ja, nou de energie nu om te willen veranderen. De jonge hond is echt wel uit de hoek. De staart is nog niet helemaal. De balans is fragiel. Okay. Maar mensen zijn wel weer trots op wat ze doen. En dat is de basis. Hè. Je moet echt trots zijn op wat je doet. Wil je gaan veranderen? Als je niet weet wat je of het goed is wat je doet, dan ga je ook niet veranderen. Nee. Dus dan ga je veranderen. Dat zie ik aan alle kanten. Mensen hebben het vertrouwen in de lijn. Dat vind ik nog wel het belangrijkste. Nou, Joris sprak dat uit. Hè? Dat is één. Dat begint, nou, je zei net, we hebben daar een mooie term voor. Just culture. Maar eigenlijk is het ook weer gewoon goed leiderschap. Hè? Hoe ga je om met dingen die fout gaan? Ja. Ja. Hoe ga je om met dingen die goed gaan? Hè? We moeten natuurlijk niet vergeten dat we op de KMA een opleiding zijn voor nou grofweg 18 tot 28-jarigen. En dat zijn ook gewoon jongens en meisjes gemiddeld Nederland. Sterker nog, het is eigenlijk niet gemiddeld Nederland. Want we zoeken de mensen die gewend zijn om een klein beetje avontuurlijk te denken. Ja. Dus ja, dat doen ze ook als ze op de KMA studeren. Ja. Dus dat is niet zo gek dat er af en toe eens een keer iets gebeurt. Ja. En als je dat juist weet te plaatsen. Als je daar de discussie over normen, waarden, houding en gedrag weet te plaatsen. Dan gaat dat leven in zo'n community. En dan krijg je het gewenste effect. Ja. Als je zegt, je moet 100 kilometer rijden. Want ik wil dat je 100 kilometer rijdt. Maar je vertelt er niet bij dat het vanuit de veiligheid of CO2. Of, ja, ja. Hè, krijg je andere effecten. Ik weet niet hoe het met jou is. Maar als ik krijg altijd die, ik deel het altijd een beetje op in drie categorieën. Hè. Als je 100 kilometer per uur op de snelweg moet rijden. Ik behoor al tot de categorie. Dan gaan mensen zeggen, oh ja, BMW. Hè, dus, dat is, maar ik behoor tot de categorie die dan 10, 15 kilometer per uur te hard rijdt. En als ik in de polder rijd, rijd ik nog net iets harder. Dus, ik weet, dat klopt wel ongeveer. Ja. Ja, dat geldt voor mij ook wel een beetje. Ja, ja. Dat zit een beetje in de aard van het beestje. Ja. Ik heb ligt ook wel aan mijn stemming die dag, maar precies, ja, soms, ja. Inderdaad. Top. Ligt helemaal aan de stemming, ja. Je hebt een categorie, en ik weet dat ik mensen hier tekort mee doe, maar je hebt een categorie, even grofweg voor argument's sake. Je hebt een categorie die gaat exact 100 rijden. Ja. Die vind ik irritant. Ja. En je hebt een categorie die gaan 85 rijden, om maar niet over die 100 heen te komen. Ja. Die vind je verschrikkelijk. Ja. En die delen we op. Dat doen we door 100 te zeggen. En dan zeg ik dat, dan zeg ik niet dat we dat dan los moeten laten. Maar ik weet wel dat in een organisatie, als je zegt aan de voorkant van, ik wil dat je dat doet, dan ga je die drie categorieën ook krijgen. En dan creëer je automatisch een tweedeling of een driedeling in je organisatie. Ja. En het grappige is, om te veranderen, om mee te bewegen met je omgeving, heb je juist een verbinding tussen die drie nodig. Ja. Want je wil niet die mensen hebben die alleen maar allemaal 120 gaan rijden. Hè, 150, mm-hmm. 120 gaan rijden. Want die nemen wellicht, hè, die denken iets te makkelijk over welke richting. Maar je wil juist in verbinding staan met degene die exact 100 rijden. En dan heb je de balans. Want volgens mij ben je ook langzaam toe in het werken naar reflective practitioner. Ja, ja, dat klopt, ja. Welke vragen wil jij dat de toekomstige officier zichzelf stelt? Om die synergie te vinden tussen die drie. Want we hebben nou eenmaal, zeker nu. Vroeger had ik het idee, hè, correct me if I'm wrong, dat we generalisten op wilden leiden op de KMA. Allemaal door hetzelfde malletje. Nog de tijd van staal op staal. Ja. Maar we zitten nu met cyber. We zitten met echt een
andere pluimage, soorten, mensen. Ja. He, dus dan is het heel belangrijk dat je die synergie met elkaar vindt. Want de verschillen zijn misschien nog wel groter. En misschien zijn we stiekem allemaal toch wel een beetje gelijk. En die verschillen hebben we ook nodig, hè? Precies. De verschillende karakters, die hebben we ook gewoon nodig. Dus daar kan, je hebt introverte, extroverte mensen nodig. Je hebt mensen die... Maar terug te komen op je vraag, hè, wat zou iedere aspirant officier zichzelf, welke vraag zou hij zich moeten stellen? Nou, hij moet zich bewust zijn van zichzelf. Daar zit het reflectieve in, hè? Reflective practitioner. Ja. Niet ja. alleen van, hoe zit ik in elkaar? Hè, dat is soms lastig bij 18 tot 28 jarigen, maar daar plant je wel het zaadje. Daar begint het mee om naar jezelf te laten kijken. Mm-hmm. Ken ik mezelf? Hè? Ben ik zo iemand die 120 gaat rijden of ben ik iemand die 80 rijdt? We hebben ze allemaal nodig. Hè? Zeker, ja, voor de ja. balans in orde hebben ze allemaal zeker. Nodig. Heel dat goed. Moeten we ook uitstralen. Ja. Hè? En de volgende is, als ik dan weet van mezelf hoe ik ben en hoe ik overkom, ja, wat doet dat met de mensen waar ik leiding aan moet gaan geven? Waar ik in functioneer. Niet alleen leiding geven. Want tegenwoordig zie je ook vaak natuurlijk, nou, je had het over de roedel wolven. En ik heb het vaak over de driehoek of de piramide. Maar de kunst is natuurlijk om als moderne leidinggevende echt gewoon in de organisaties te staan wanneer dat kan. Mm-hmm. Soms moet je ook echt op de bok klimmen. Soms moet je het voorbeeld geven. Want dat is van nature. Hè? Een organisatie heeft soms ook echt een leider nodig. Zeker. Ja. Als ik niet op de bok was geklommen vorig jaar maart. Dan geloof ik het voorbeeld geven. Dan moet je ook uitgesproken zijn. Dan was die hond niet uit de hoek gekomen. Ja. Want mensen moeten vertrouwen hebben in je. Dat kun je alleen maar doen door je te laten zien. Ja. Maar als ze eenmaal die hond uit de hoek is. Dan moet je ook in staat zijn om in die organisatie te bewegen. Mm-hmm. En mensen de ruimte geven om te gaan, gaan bewegen. Want je zegt moet je ook in staat zijn. Ja. Hoe doe je dat? Want sommige mensen vinden het heel prettig, die leider op de bok die vertelt wat ze moeten doen. Want dat geeft controle en rust. Ja. De ander heeft ruimte en vrijheid nodig. Maar wil jij als commandant en inspireer vooral ook toekomstige officieren of officieren die met deze thema's lopen te worstelen. Hoe kun je congruent gedrag vertonen als commandant door de ene keer heel veel vrijheid te geven? Hoe voel je dat aan? En de andere keer op de bok te klimmen en te zeggen, we gaan het nu doen en we gaan linksaf. Want dat moet soms ook gebeuren. Ja. Hoe doe je dat? Hoe voel je dat aan? Dat is grappig, dat is instinct. In mijn perspectief. Je kan mensen een trucje leren. Hè? Ze zeggen altijd over vliegers. Hè? Je kan het een aap leren als je maar genoeg bananen hebt. Leren vliegen in een F-16, zo lastig is het niet. Maar ik voel me uitgenodigd. Dus ja, ja, ja. Als je weer eens een keer gaat vliegen, dan kunnen twee mensen in zitten. Ja, dat kunnen, ja. Okay, we hebben niet zoveel jewels meer. Misschien kunnen we het nu vastleggen, dan weet ik gelijk. Helaas, Daddy. Nee, daar ga ik niet over. Dan zullen we met de commandant luchtstrijdkrachten moeten praten. Die zal ongetwijfeld sympathie hebben voor je podcast. Durf ik geen uitspraak over te doen. Maar het is instinct, zeg je. Nou, je kan, leiderschap is voor een heel groot deel instinct. Zit in je genen. Niet iedereen kan groots leider zijn. Hè? En voor een deel is het ook gewoon de ervaringen die je meeneemt. Die reflective practitioner. Als je door je leven heen de ervaringen die je meeneemt altijd benut om er iets van te leren. Mm-hmm. Als persoon. Dan leer je ook een... een zintuig te ontwikkelen waar je voelt wanneer je op die bok moet klimmen, mm-hmm, en wanneer niet. Want het is namelijk niet een gegeven punt. De ene deel van de organisatie zal het wel nodig hebben, de andere deel niet. Maar het is een punt waarop je gevoelsmatig is. En daarvoor heb je goede verbinding nodig met je organisatie. Dus je moet in staat zijn om de mensen in de organisatie te zijn. Afstand is niet goed daar. En soms tegelijkertijd is het goed om juist wel afstand te nemen. Te zeggen, oké, maar nu gaan we ook echt die kant op. Nou, dat is denk ik... voor een deel kun je dat aanleren, maar dat kun je nooit helemaal aanleren. Dat moet altijd in je, dat zit instinctmatig in je. Gelukkig zullen we ook altijd verschillen in leiderschap houden, verschillen in mensen.
Hè? Mm-hmm. En ja, waarom groeit de een uit tot Churchill? Komt de ander nooit verder dan de lagere rangen of tot de lagere schalen? Ja, dat is lastig te verklaren, maar ik weet wel dat het een stuk instinct is, een stuk in de genen zit. Ja, ja. Gevoel. Ja. Ja. Ja, en dat is bijna niet in woorden te vatten. Dat nou, is, als ik je nu kon vertellen wanneer iemand op de bok moet klimmen en wanneer niet. Ja. En ik zou je daar een helder punt voor aan kunnen geven. Dan hadden we nu 17 miljoen leiders in Nederland. Zo is het. En dat kan ik niet. En dat is gelukkig ook maar zo, hè? Ja. Omdat het voor meer dingen afhankelijk is. Ja, ja. Ja, ik zit aan het. Het is een beetje een vaag woord, intuïtie. Hè? Dat is een beetje hetzelfde als instinct. Hè? Ja. Voor veel mensen is dat een mooier woord. Intuïtie vind ik mooier. Ja, oké. Okay. Het is natuurlijk voor sommige mensen een vaag woord, maar voor mij is intuïtie niets anders als alle zintuigen. Die contextanalyse draagt aan je intuïtie bij. Hè? Ja. En dan verzamel je eigenlijk in je onbewuste allerlei signalen die je zelf niet erg doorhebt. En dan op een gegeven moment dan wordt het bewust en dan denk je, ja, ik moet linksaf. Ik kan je niet vertellen waarom, maar dat is wat we nu moeten gaan doen. En dat is ook wat we heel vaak doen. Als we autorijden, dan hoef ik jou als jachtvlieger niet te vertellen. We doen heel veel dingen instinctief. Want als we alles bewust deden, ja, dat trekt ons brein ook gewoon niet. Nee. Autorijden wordt op een gegeven moment gewoon een automatisme. Ja. Terwijl we heel veel doen. We kijken en we zijn bezig. Maar dan maken we ook heel veel beslissingen. Onbewust. En dat is wat mij betreft intuïtie of instinct. Maar we leren ook wel van de ervaringen die we door de jaren heen hebben. Hè? Je rijbewijs halen is niet goed kunnen rijden. En die ervaringen die je door de jaren heen opdoet. Hè? Die ik met mijn oude kevertje toen ik mijn allereerste auto kocht. De ervaring die ik met mijn kevertje heb opgedaan. Ja. Die maken dat ik nu. Dat geldt overigens niet voor iedereen. Maar die maken dat ik nu wel een betere autorijder ben. Hè? Dat is je hebt ook een soort Porsche gehad trouwens. Nee, nou ja, de F16. In een kever ligt er een Porsche motor. Ja, achterin. Het is een opgeblazen Porsche. Ja, toch? Dat is het, hè? Ja, dat klopt, ja. Mooi. En hetzelfde geldt voor leiderschap. Ik denk dat het iets te maken heeft met de ervaringen die je door je leven heen opdoet. Maar vooral ook wat je daarmee doet. En als je het dan terugbrengt naar reflective practitioner. Dat is wat we die jongens en meisjes willen bijbrengen. Blijf altijd kritisch op jezelf. Kijk naar jezelf. Ja. Wat kun je opsteken van deze ervaring? En daar helpt het heel erg bij als je van huis uit een intrinsieke verbeteraar bent. Te beginnen bij jezelf. Ja, ja. Mooi. En als je vanuit dat perspectief kijkt. Dan doen slechte ervaringen er ook toe. Hè? Ja, mooi. Dan doen dieptepunten in je leven er toe. Ja. Want daar doe je iets mee. Ja. Als je alleen maar hoogtepunten hebt gekend. Je hebt nooit een keer echt tegenslag gekend. Of een keer voor een uitdaging gestaan. Ja. Dan denk je dat van nature. Zonder dat je dan draait de wereld zo. Dat is niet zo. Mensen lopen tegen tegenslag aan. Dus het is goed om dat eens een keer. Ja. Is er een dieptepunt wat je wilt delen? Wat jou... wat echt wel een life-changing moment is geweest. Dat jij denkt, dat draagt nog iedere dag bij aan hoe ik met mijn collega's, vrienden omga. Collega's. Laten we beginnen met vrienden. Je ziet het groepje kameraden uit 1986. Dat heeft wel de relatie verstevigd. Overigens was dit iemand die daar niet bij zat, maar wel een KMA-achtergrond had. Maar is een goede vriend van ons 11 jaar geleden overleden aan kanker. En dat was een heel lastig traject. Ook in de kracht van zijn leven. We hebben het in het begin in de voorbereiding even gehad over hoe voel je je dan als je zo... Nou, je voelt je sterk, hè, alles kan, alles... en hij was sportman puur sang. Liep tegen kanker aan. En binnen een half jaar was dat voorbij. En dat heeft gezorgd voor dat ik anders tegen vriendschappen aankijk. Dat ik anders... Tegen mijn kameraden, dat groepje wat je hebt gezien bij Onno aankijk, maar ook tegen de vriendschappen die je hebt, maar ook tegen de mensen waar ik dagelijks mee werk. Want je waardeert ze vanuit een ander perspectief. Hè? Mensen hebben recht op een stuk sympathie. En je gaat anders met de menselijke relaties om. En net wat ik al zeg, vanuit menselijk oogpunt met mijn vriendschappen heeft dat echt grote impact gehad. Koesteren.
zou ik zeggen. Dat is de vanuit de organisatie. Wat heeft dan de meeste impact gehad? Nou, is eigenlijk, en dat heeft me ook wel een beetje gevormd natuurlijk als persoon. Maar laten we zeggen dat ik een jaar of 4, 5 geleden een beetje in een impasse heb gezeten. Nog steeds niet helemaal uit. Waardoor ik in between jobs kwam. En waardoor ik uiteindelijk naar het interventieteam mocht. En op dat moment dacht ik van, ik had natuurlijk gedacht van, nou, ik ga doorstromen, ik ga glanzende carrière. Overigens heb ik dat nog steeds hoor. Dus dat is de buitenkijf. Ik zou het zo weer overdoen. En van het interventieteam dacht ik eerst van, waarom kiezen ze mij daarvoor? Maar toenmalig PCDS, generaal Wijnen, hè, nu CLAS. Die zette mij samen met Lenny Hazelbach daar op de hoek. En die zei van, ja, Defensie is zo slecht in het nieuws geweest de afgelopen tijd. Denk even aan koud weerkleding. Er waren toen heel veel, ik kan het eigenlijk wel een klein beetje vergelijken met wat er over de KMA speelde natuurlijk. En daar moeten we iets mee. En het mooie is dat we toen, ik weet nog dat we toen met een groepje bij elkaar zaten en dat de discussie toen ging over waarom zoeken mensen nou de media op of de politiek op om hun ongenoegen te uiten. Hè? We hebben een prachtige organisatie, 60.000 man. Waarom doen mensen dat? Want je weet toch dat je de organisatie in discrediet brengt. En de stemming, ik weet het nog echt, de stemming was echt van, ja, dat moeten we de kop indrukken. Maar toen ging de discussie, kreeg een wending waarvan we zeiden van, hey, wacht, hang on. Iedereen staat 's ochtends op met zijn beste beentje voor. Waarom gaan mensen, zoeken mensen media op? Waarom zoeken mensen politiek op om hun zorgen te uiten? Oneindige loyaliteit. Mm-hmm. Mensen zien geen andere uitweg meer om hun onrust, om hun zorg, om het bedrijf te uiten. En als je dat weet, ja, dan heb je de wortel te pakken. Dan weet je, oh, nou, als we dus oprecht aandacht aan mensen gaan schenken. Oprecht aandacht. Hè, en niet alleen maar de organisatie, maar gewoon oprecht aandacht voor hun problemen. Nou, dan moet dat uiteindelijk goed komen. Ja, hoe doe je dat met een organisatie van 60.000 man? En toen hebben we daar afgesproken van, nou, we gaan een team oprichten. Ik mocht het baasje zijn van dat team. Jullie gaan nadenken over hoe we dat gaan doen. Maar hoe frame je dat positief, hè? Ja, want dat zie ik, dat jou, is het lastige. Dat zie ik jou continu doen. Hè? Dus het is natuurlijk niet leuk dat de collega's naar de politiek stappen. Of ja, naar de media stappen. Nee. En ik hoor je een aantal dingen het zeggen. Heeft ook nooit over, het heeft nooit het gewenste effect. Hè? Laten we dat duidelijk over zeggen. Nee, daar heb ik vaak discussies over gehad. Ja. Maar ja, we hebben even in de media chocoladeletters. Ja. Defensie weer slecht. Het helpt nooit. Het is altijd korte termijn aandacht. Ja. Maar het helpt nooit voor een structurele positie van Defensie binnen de discussie over budgetten. Hè? Iemand die een organisatie waarvan je denkt van, nou, dat is maar de vraag of je hun geld goed besteden. Daar ga je geen geld aan besteden. Ja. Dus daar is de discussie die we nu hebben een stuk gezondere discussie. Hè? De nieuwe Defensievisie. Ja. En ook in de nieuwe discussie over verkiezingen en hoe Defensie, de rol die Defensie daarin gaat spelen. Hè? Die is een stuk gezonder, want die is meer structureler van aard. Mm-hmm. En meer over hoe gaan we zorgen dat we als Nederland onze rol spelen in dat grotere spectrum. Ja. En dat gaat, en als je dat goed onderbouwt, hè, onze CDS zat natuurlijk in het grote Defensiedebat. En als je dat goed onderbouwt, dan zie je dat dat wel gewenst effect heeft. Hè? Ja. Met koud weerkleding of met de spullen doen het niet naar de media gaan. Dat werkt. Dat heeft een korte termijn effect, maar zelden lange termijn consequenties. Maar wat ik hier echt, ik zie hier echt de reflective practitioner. Ja. Dat zie ik hier echt aan het woord. Moeilijk woord. Ja, waarom nemen we er altijd Engelse termen voor? Echt, hè? Dat hebben we nodig of zo. Ja. Dan klinkt het hip. Maar die zie ik aan het woord hier. Mm-hmm. En het vergt nogal wat uitzoomvermogen, hè, noemen we het wel eens, om iets wat eigenlijk helemaal niet leuk is. Je bent commandant ergens van en je hoort dat collega's waar je leiding aan geeft, bijvoorbeeld de media opzoeken. En dan zie ik jou het framen als potver, dan heb je toch wel echt, dan ben je loyaal aan de organisatie. Ja. Hoe doe je dat? Want dan moet je je eigen ego behoorlijk goed doorzien, denk ik. Hè? Door echt
echt afstand te kunnen nemen van de situatie. Ja, je moet je ondergeschikt maken aan de organisatie. Hè? Dat is dat is het grappige. Dat klinkt wat. Als je dit 10 jaar geleden gedaan, 15 jaar, 20 jaar geleden gedaan zou hebben, ja, dan had je wellicht kunnen wieberen. Ja, dat klopt. En ik had het geluk, ook dat moeten we stellen. Ik had het geluk dat ik natuurlijk toen in Den Haag werkzaam was. Dus mensen kenden mij. Het speelde. Het had politieke aandacht. Terecht. Hè? Want er was, de organisatie stond er ook en staat er nog steeds niet helemaal. We zijn op de goede weg. Ja. Maar wat ik net zei over de KMA, dat geldt zeker voor Defensie als geheel. De balans is fragiel. We moeten echt, er is echt een heleboel werk aan de winkel. Maar ik zie wel dat we langzamerhand die tijd van bezuinigingen van ons afschudden. We gebruiken het nog iets te veel als argument over de zorg. We moeten het echt los gaan laten. Ja, je zei, dat is lastig, want dan komt het natuurlijk heel dicht bij jezelf. Hè? Maar neem je daar afstand van en kijk je daarnaar? Ja, ik zat toen natuurlijk toch in een periode waarin ik ook nadacht over mijn toekomst. En of ik überhaupt bij het bedrijf wilde blijven. En dan kom je elke keer bij dat je voor Defensie werken. Voor mij ook echt een roeping is waarbij ik een organisatie zie die bij mij in mij ook een enorme loyaliteit oproept. En als je dat kan, als je dat voelt, nou, kan is een gek woord, als je het voelt en je weet afstand te nemen, dan weet je dat die loyaliteit bij andere mensen dus ook speelt. En zo kom je dan op het feit dat waarom stappen mensen naar de media en ze zien geen andere uitweg meer om iets voor elkaar te krijgen en het raakt hun dagelijks. Ze zien het grote belang. Dus dan stappen ze naar de media met van, ja, kijk nou eens, kijk ons eens. En dat het mooiste is, laat ik het dan gewoon ook even framen in harde cijfers. Hè? Dat is dan het mooiste. Mm-hmm. Want dan kun je ook resultaten zien. Ik mocht een interventieteam oprichten. Ik legde altijd uit het interventieteam niet met bivakmutsen en pistoolmitrailleurs, want dat zijn we niet. Maar we willen wel een operationele uitstraling. Dat hadden we. Overigens mocht ik dat samen doen met Lenny Hazelbach van de Landmacht. Ook veel credits naar hem, maar ook naar het team. Voor de manier waarop we dat hebben opgezet. De rest van de medewerkers waren, dat is heel grappig, hè? Maar ik had 10 medewerkers, we hadden geen budget. Ik had 1 mandaat met de PCDS afgesproken en de CDS toen ook. Dat wij mochten door de hele organisatie heen communiceren met alle niveaus. Dat was de enige voorwaarde die zei om effectief te kunnen zijn. Ja, ja. Budget was niet, daar konden we wel mee werken, maar 10 medewerkers die varieerden van mensen in between jobs. Mensen die tegen de muur waren aangelopen en zeiden van ja, maar ik wil iets voor die organisatie doen. Iemand die in een reïntegratie, 2, 3 mensen die in een reïntegratietraject zaten. 1 vanuit de Belastingdienst zelfs. Die oh, echt? Ja. Iemand van niveau adjudant die, besef dat ik zo voorzichtig omschrijf, ik wil natuurlijk niemand hier pijn doen, maar iemand die werkt op Schiphol, daar nachtdiensten deed en zei van, maar ik wil iets goeds voor de organisatie doen. En ik heb tijd zat over, want als ik 3 nachtdiensten heb gedraaid, dan heb ik weer een week. Mooi. Dus dan kom ik gewoon voor jou werken. En die benaderde mij allemaal. En die met dat clubje. Ja. Overigens ook toen Lenny wegging, want Lenny ging na een jaar ongeveer weg, kwam er een reservist, Pierre Vromer ook weer, met een beetje kennis van buiten binnen. Met dat clubje hebben we in een jaar tijd, kregen we, nou dan moet ik niet jokken, ik meen 400 meldingen. We noemen ze geen klachten. Jij opende net met van ja, jullie kregen klachten, hè? Maar dan frame je het weer negatief. Ja, hè? Dan je hebt het vindig blijkt. Ja. Dus we kregen 400 meldingen. En meer dan 70% losten we op. Kijk. Ja. Dus het kan wel. Heb je daar een voorbeeld van? Nou, laat ik dan. Want dan ga je dingen noemen. Hè? Ja. Mensen voelen zich natuurlijk aangesproken. Dat is iets anders wat we binnen onze organisatie echt wel echt vanaf moeten. De lange tenen. Er zitten te veel gevoeligheden in. Maar goed, dat is zijn de heilige huisjes die we gecreëerd hebben. En die eigenlijk heel wankel zijn. Want ze zijn makkelijk om te krijgen. Als je maar het hogere doel weet neer te leggen. Hè? Ja. Als je die brug weet te slaan met mensen.
Maar daar kunnen ook, niet al die mensen iets aan doen, hè? Want je zit in een systeem. Nee, we hebben een systeem gecreëerd. En dat systeem houdt elkaar in stand. Dus, ja. En dat geeft ook structuur en rust. Dus we kunnen daar wel negatief over praten. Maar iemand die gaat gewoon met de goede bedoelingen naar het werk 's ochtends. Ja. En die stapt in dat systeem. Hij of zij kent niet anders. Ja. Dus kun je iemand dan wel kwalijk nemen? Zal ik daar een beeld tegenover zetten, Danny? Ja? We geven het systeem ook wel heel makkelijk de schuld. Ja. Ja. Dat is makkelijk, hè? Dan hoef je je nek niet uit te steken. We hebben 20 jaar, 20, 30 jaar hebben we natuurlijk een stuk bezuinigingen gehad. Daarvoor hebben we vrij veel gecentraliseerd binnen de organisatie. Hè? Dienstencentra hebben we gecreëerd. Ja. Daarmee hebben we heel veel dingen, heel veel ondersteunende dingen op afstand van de core business geconstrueerd. Ja, zeker. Hè? Ja. Daardoor werden de effecten van maatregelen die we in de diensten namen. En dienst is een breed woord, hoor. Want je kan daar echt. Ik heb het echt niet alleen over. Een makkelijk voorbeeld is natuurlijk de KPU. Want ook die mensen doen uiterste. En ook. Ja. Hè, als je ergens respect voor moet hebben, dan is voor die mensen die hun dagelijks werk doen. En toch echt elke dag een doos met kritiek over zich heen krijgen. Ja. Terwijl ze ook echt weer. Maar waar ik naartoe wil, is dat dat systeem, dat bestaat uit mensen. We hebben alleen als Defensie een systeem gecreëerd waarin we mensen zich kunnen verschuilen achter het systeem. En de effecten op de werkvloer in de core business niet van ondersteuning niet altijd duidelijk worden. Hè? Dan wordt het proces, wordt het product. Wat bedoel ik ermee? Dienstverlening maken we, zetten we in processen weg. Maar als wij op de KMA iets nodig hebben aan ondersteuning, en we krijgen dat niet, bijvoorbeeld gewoon heel simpelweg loketten die beperkt open zijn, als je dat vanuit ondersteuning, dat heeft effect op de werkvloer. Ja. Maar dat effect wordt niet gevoeld in het dienstenproces. Dus is er niemand die daar iets van zegt. En die afstand, die creëert dat mensen zich ook kunnen verschuilen in het systeem. Nou, waar ligt dat aan? Nou ja, dat is dat we dat jarenlang ook een klein beetje. Ik denk dat het jarenlang gekoesterd is ook uit de overweging om risico's te mijden. Hè? Als je dingen in processen, in systemen vat. En je houdt je maar vast aan het systeem en je houdt je aan de instructies. Ja. Dan kun je risico's uit de weg gaan steken nog. We belonen het ook. Hè? Als mensen dan maak je geen fouten, dan groei je door. Ja, mensen goed het proces doen. Hoe doorbreek je dat? Door mensen de ruimte te geven en te richten op waar het toe doet hierin. Op de KMA was het heel mooi. Je ziet dat op het terrein van de KMA denkt iedereen dat de commandant KMA zeggenschap heeft. Nou, dat heb ik niet. Dat is een verrassing misschien. Ik doe het wel. Ik claim het wel, want ik vind dat het erbij hoort. Hè? Mm-hmm. Maar altijd in overleg met degene die ons moeten ondersteunen. En op het moment dat je duidelijk maakt dat wat de gevolgen zijn van bepaalde acties of bepaalde instructies van bovenaf voor de opleiding. Hè, dan gaan mensen echt bewegen. Ja. Dan gaan mensen echt zien. En dat duurt heel lang. Hè, want soms de eigen lijn is belangrijk. Maar mensen gaan echt zien dat het op de KMA moet draaien om opleiden. Ja. En dat het dus niet zo kan zijn dat je heel fijn in je ondersteuningsproces zit en daar alles goed doet. Ja. Maar vervolgens geen ondersteuning geeft aan het primaire proces waartoe je op aarde bent eigenlijk. En klim je dan op de bok en zeg je dan als Churchill. Dat is een combinatie. Mannen, vrouwen, waar draait het hier om? Wat staat er deze week te gebeuren? Dit zijn de cijfers. Hoe gaan we dit samen aanpakken? Ben jij dan, want ik heb ook gelezen of gehoord van Joris net, dat jij dingen met flair doet. Wat heb je ervoor nodig om de sense of urgency, het grotere doel, te laten zien aan de collega's? Ja, dat grotere doel is meestal wel bekend. Je moet het duidelijk maken. Je moet het zo framen. Je moet het zo vertellen dat het ook begrepen wordt. En dat het ook gaat leven voor ze. Hè? En dat geldt voor alles. Dat geldt niet alleen maar voor de KMA-community, maar dat geldt ook voor alles wat ondersteunt daarin. Hè. Interventieteam zei ik net al, hè, we hebben zo'n 70-75% van de meldingen die losten we op. Laat ik dan één voorbeeld noemen. Hè. We hebben nu is dat gelukkig niet meer zo, dus we kunnen dat nu kunnen er rust over spreken. Maar we hebben heel Nederland gingen we natuurlijk over in gecombineerde internet- en tv-pakketten. En ik zal hem even heel kort door de bocht vertellen.
Maar we kwamen erachter dat de marechaussee in Noord-Holland... was gewoon een melding van een wachtmeester. Die vertelde dat ze eigenlijk geen internet hadden bij hun 24-uursdiensten. Dat was nog niet zo erg. Maar je weet ook, de marechaussee moet af en toe een keer een kenteken natrekken. Of eens een keer. En daarvoor moesten ze dus publieke wifi-netwerken gaan gebruiken. Omdat ze gewoon geen... Dat lag hem historisch in het feit dat er... Nou, ik kan het verhaal zo lang maken, maar er waren contracten afgesloten. Daarna was de organisatie opgedeeld in een deel wat over internet ging en een deel wat over tv-contracten ging. Ja. Twee verschillende zuilen waren dat. Die praten niet met elkaar. De contracten verliepen. Beide kanten praten niet met elkaar. En dus had de marechaussee in het noorden van het land, en dat bleek trouwens een landelijk probleem te zijn, niet de beschikking over een goed wifi-netwerk. Ik zou je nog sterker vertellen, en ik zal niet te uitgebreid, maar ik herken dit van mijn brandweertijd. Nou. Daar was dit ook het verhaal in de piketdiensten. Ja, nou, daar was heel lang geen wifi. Ja. Daar zat je dan avonden. Ja, en dat is, en je weet ook, hè, dat klinkt heel banaal, maar als je 24 uur diensten draait, dan is dat een lifeline, hè, voor je werk. Dat is de piramide van Maslow van nu, hè? Daar zit wifi in tegenwoordig. Hè? Ja. Ja. Nou, en vanuit die wachtmeester, hè, dat niveau van de werkvloer af, daar zie je, dat is een mooi voorbeeld, hebben de diensten dus zo gecreëerd dat de diensten zeggen van, ja, maar we moeten die contracten gaan centraliseren en dat jullie geen... Ja, nee, dat is begrijpelijk, want dit is de... Maar niemand zei van, hey, wij snappen dat jullie wifi nodig hebben. Jullie hebben internet nodig. Ja. Dus dat gaan we voor jullie regelen. Nee, want er zaten twee zuilen in de organisatie die daar separaat over gingen. En het grappige was, we gingen bellen. We gingen praten met mensen. En toen hebben we de juiste mensen uit de verschillende zuilen bij elkaar gezet. Met de Marché Club erbij. Ja. En het was binnen 2 weken geregeld. Ja, moet je kijken. Want iedereen begreep waar het om draaide. Ja, ja. Dus dat is de. Ja. Dus dat bedoel ik met de afstand tussen het systeem en de core business hebben we soms te groot gemaakt, waardoor de gevolgen van besluiten niet voelbaar zijn op het juiste niveau. En is dit ook, je begon het verhaal met verbinding. Ja. De juiste mensen bij elkaar zetten, zodat ze elkaars pijn voelen ook. Hè? Ja. Zodat ze in verbinding kunnen komen. Elkaar, er komt synergie weer. Tuurlijk. Dat er synergie ontstaat. Ja. Dezelfde taal spreken. Ja. En dan wordt het opgelost. En, je hoeft ze echt niet... Jij zegt, hoe maak je dan het doel duidelijk? In die keten, hè, hoef je niemand te overtuigen. Zoals wij nu direct concluderen. Hoef je niemand te overtuigen van het nut van internet. Voor een 24-uursdienst. En voor gewoon het werk wat je moet doen als marechaussee. Zo is het. Ja. Ja. Maar toch, ergens doordat we het opgedeeld hadden, kwam dat niet tot uiting. Nou, zo kan ik honderden voorbeelden geven. Mooi voorbeeld. Van dingen die we hebben gedaan. Waar we mensen met kleine dingen gewoon heel blij hebben gemaakt. En dit was dan geen klein ding. Dit was een vrij cruciaal ding. Nee. Maar variërend van... ik noem het altijd Pietje die zijn sokken niet kreeg, hè, voor uitzending. Want die blijf je ook altijd houden. Mensen die natuurlijk op de een of andere manier toch een beetje KPU... En dan ging je praten. En dan blijkt inderdaad dat in zo'n organisatie van 60.000 man, daar gaat wel eens iets fout. Ja. En onze insteek vanuit het interventieteam was altijd, we willen niet het incident oplossen. Want dat Pietje zijn sokken krijgt, dat geloof ik wel. Ja. Als ik ga bellen en ga de benadrukken dat. Maar we willen zorgen dat er geen Pietjes meer komen. Ja. We willen zorgen dat de structuur, dat het proces wordt aangepast. Nou, en dat is... Gelukkig in een heleboel dingen gelukt. Ook wat serieuzere dingen. Hè? We hadden mensen op Sint Maarten onder de rook van de vuilnisbelt wonen. Die werd elke dag in de fik gestoken. Hadden al meerdere keren verzocht om te mogen verhuizen. Bleef elke keer in de lijn hangen ergens. Want interdepende metaal was dat natuurlijk gevoelig. Want Buitenlandse Zaken had daar ook... En dan zie je dat zelfs op dat niveau, zeg maar, het overbruggen van de lijn tussen de departementen eigenlijk op de lage niveaus niet voor elkaar komt. Dan komt het onderwerp niet hoog genoeg op de agenda. En dan 1 telefoontje was voldoende om het af te stemmen. Ja. Eén telefoontje. Volgens mij ben je trots op deze periode. Hè? Dat interventieteam heb ik trots op wat de mensen voor elkaar hebben gekregen. trots op...
Nee, het mooiste bijvoorbeeld, de intrinsieke motivatie die dat uit dat team hebben. We hebben ook mensen afgewezen. Maar het grappige is dat je hebt geen plaatsen, geen arbeidsplaatsen. Ja. Maar ik kreeg echt elke week 2 of 3 telefoontjes van mensen die voor ons wilden komen werken. Ja, doe je iets goed. Ja, en dan doe je iets goed. En de vraag was altijd van, maar beschik je nou over de intrinsieke motivatie? Kun je tegen een stootje om hier echt iets mee te doen? Nou, en daar ben ik trots op, dat ik zo'n team heb. Maar dat heb ik eigenlijk, je zegt nou, interventieteam ben je trots op. Ja, dat heb ik eigenlijk op alle functies wel die ik gehad heb. En ook bij team integratie van de DAOG, van de afdeling operationele, of de aansturing gereedstelling. In Den Haag had ik ook een prachtig team. En daar waren we ook van de integratie. Hè? Dat was echt, dat is gewoon, daar was ik baasje van het teampje wat moest zorgen voor integratie. Ja. Dus ja, misschien is dat wel op mijn lijf geschreven dat ik dat fijn vind. Ja. En dat is voormalig jachtvlieger. Ja, en nog steeds, hè? Je vliegt nog steeds af en toe. Hè? Ja, ik vlieg nog steeds. Ja. Ik ben in de gelukkige omstandigheid dat nog steeds kan. Ja. We hebben vaak de namen natuurlijk, de uitzondering bevestigt de regel hoor. We hebben vaak de namen dat natuurlijk wat solistisch zijn ingesteld. Nou, niets is minder waar, want je doet alles in een team. Ja. Alleen je zit wel zelf in die cockpit. Ja. Dus dat merk ik wel. Je bent wel van huis uit opgevoed om snel te denken. En snel een richting te kiezen. Ja. En dat heb ik wel moeten bijstellen natuurlijk. Ja. Zeker in mijn Haagse periode. Maar uiteindelijk zijn die skills, noem ik het dan maar, die vaardigheden wel van pas gekomen. Hè? We kregen een mooi voorbeeld, misschien we kregen natuurlijk meer geld voor gereedstelling erbij, want gereedstelling werd heel belangrijk. Ik besefte dat we, het kwam ook uit het team, hè? We beseften dat we vaak gewoon dingen over de muur gooiden naar de opkoos, noemden we dat. En dat er vanuit gingen dat het gebeurde. Nou, dan krijg je mooi barbapapa effect. Hè? En je knikt, ja, maar ik zal het toch even uitleggen. Dan krijg je dat zo'n nota met opdrachten, die gaat dan naar een opco. En die veert dan alsof van een luchtkussen vanuit de barbe. Dan komt die weer teruggeveerd. Hè? Van, ja, dat moet toch anders. En dat proces, dat speelt zich meestal zo'n 2 à 3 keer af. En dan in een sterk verwaterde versie gaat hij nog weer. En wij zeiden toen als team integratie van, en dat heeft ook het interventieteam geshaped natuurlijk, van, ja, dat helpt niet. Wij moeten de boer op. Ja. Wij moeten uit het Haagse moeten naar de opkoos toe. De verbinding zoeken. Ja. En het hebben over hoe gaan we die gereedheid weer op elkaar krijgen. Ja. We hoefden niemand te overtuigen dat er iets moest gebeuren. We moesten wel overtuigen dat het budget wat we ervoor kregen, dat het ook gericht werd aanbesteed. En toen lag er in één keer een plan over herstelgereedheid. Ja. Met milestones. En zagen we dat dat we best in staat waren natuurlijk om die piramide overklimmen eigenlijk naar de opkoos toe. Wat ik heel bijzonder vind, en dan wil ik langzaam een beetje naar het einde kabbelen met elkaar, Gerben. Wat ik heel bijzonder vind, is ook jouw tijd in het interventieteam. Je hebt er al aan gerefereerd dat we toch ook wel de mindere momenten in het leven moeten omarmen, omdat die erbij horen. Ja. En dat koppel ik ook wel een beetje aan de mensen die graag voor jou en Lenny natuurlijk, want jullie deden dat met z'n tweeën, zeg je net, wilden komen werken. Daar kwam best wel een verschillend pluimage binnen. Met de nodige rugzakjes, noem ik het even. Maar die rugzakjes, die geven natuurlijk een ontzettend goed beeld van een gemiddelde van de organisatie. Ja. Ik denk ook, als ik dat zo hoor, ik vul een beetje in, dat er, dat voor het succes van het interventieteam gezorgd heeft. Ja, het waren mensen met praktijkervaring. Het waren mensen met praktijkervaring over. En soms is dat een gevoel, hè? Want soms is het ook niet feitelijk. Soms ligt het ook echt aan mensen zelf. Hè? Dat moeten we ook helder in zijn. Maar het waren allemaal mensen die het beste met de organisatie voor hadden. Ja, ja. Die ergens tegen een betonblok aan waren gelopen. Ja. Of ergens een kind. Maar en nog wel staan. En staan. Ja, en bereid. En de veerkracht tonen. Overigens is dat wel iets. Dat is niet uniek hoor. Dat heeft iedereen. Alleen je moet mensen soms leren om de veerkracht te zien. En daarvoor moet je, daarvoor moet je ook echt de verbinding zoeken. Hè? En die nog mag, we hebben vaak de neiging omdat als we iets willen bereiken, hè, als we innovatief willen zijn, dan creëren we een organisatie die innovativiteit gaat veroorzaken. En die creëren we buiten de organisatie. Ja. Daar gaan we niet innovatief mee zijn.
moet namelijk onderdeel van de organisatie. Het mag beginnen aan de rand van de organisatie. Hè? Maar daarna moet het gaan sneeuwballen. Ja. Als we het over veiligheid hebben, dan mogen we best beginnen met een projectteam en een organisatie die begint met het opstellen van een plan hoe we dat moeten gaan doen. Ja. Maar dat moet daarna onderdeel van de verschillende organisaties worden. Dus dat betekent dat we die brug moeten gaan slaan in de organisatie. Nou, dat geldt op alle niveaus. Dat geldt voor Vliegbasis Leeuwarden, dat geldt voor de KMA, dat geldt voor Den Haag, dat geldt voor eigenlijk op alle niveaus. Als je de brug weet te slaan met de organisatie zelf. En als je dan gaat bouwen aan een bepaalde kritische massa, noem ik het altijd. Hè? Je hebt de early believers, hè? De early adapters. Yes. Maar die moeten in de organisatie zitten. Ja. En die moeten in staat zijn om die sneeuwbal verder uit te rollen. Ja. En dan krijg je op een gegeven moment de kritische massa waardoor je verandering krijgt. Ja. Nou, op de KMA is dat veel sneller gegaan dan ik ooit verwacht had. Ik dacht van, dat gaat echt tijd kosten voordat we... Maar je ziet dat als je mensen, als je het product centraal zet, hè, het opleiden van officieren, jongens en meisjes van tussen de 18 en 28 grofweg, die gaan er met een bepaalde verantwoordelijkheid gaan die de deur uit. En jij mag daartoe bijdragen. Prachtig toch? Dat is een van de mooiste jobs die je kan hebben. En als je mensen daar trots op hebt, dan moet je de teugels gaan intrekken. Want dan gaan ze harder rennen dan je eigenlijk wil. En dan zie je zo'n verandering ontstaan. En dan komt het ook voort vanuit intrinsieke motivatie en niet omdat de baas het zegt. Ja, ja, ja. Als alles mogelijk was, Gerben. Als alles mogelijk was. Ja, geld was fortuinen. Ja. Dagobert Duck komt met heel veel zakken geld aan. En iedereen is gemotiveerd. Je bent nu commandant KMA. Hoe ziet dan het opleiden van de toekomst er in de ideaalste wereld uit? Waar wil je heen? Dan ga ik eerst reageren op je opening. Want dat is vaak de fout die we maken, hè? We stellen geld centraal. Mm-hmm. En ook dat heb ik geleerd. Interventieteam. Maar ook bij de andere opties. Ook zelfs bij modernisering KMA. We doen het binnen het huidige budget. Binnen de huidige capaciteiten. Mm-hmm. Dus geld is fundamenteel. Je zal mij niet horen zeggen dat we geen budget nodig hebben. Je zal mij ook niet horen zeggen dat Defensie... We hebben echt... Mm-hmm. En dat moet in balans zijn. Met de taken die je hebt. Maar het is geen showstopper. Nou, modernisering KMA hebben we nu. Het was maar een introductie. Ja, alles is mogelijk. Ja, maar de introductie die jij geeft, die hoor je natuurlijk veel vaker. Hè? De eerste reactie. Omdat geld vaak denken mensen dat het echt nodig is. Maar er is soms... Nee, maar de eerste reactie die je krijgt op we gaan de KMA moderniseren. Oh. Geld. Ga je zeker meer budget vragen? Ja, juist. Ja. Nee. Het is onafhankelijk. Ja. Het is mooi als we meer budget krijgen. Hè? Ja. Maar het is niet... Wat zou dan je... Droom zijn, de droom die ik vind is, en dan zou ik zeg maar de KMA, want dan beperk ik me even tot de KMA wat ik nu doe, in zijn kracht zetten, in waar ze goed in zijn. En daar liggen de eerste lijntjes ook al hoor. Maar wij zijn goed als KMA in een complete opleiding, als in we doen een stuk persoonlijkheidsontwikkeling en leiderschapsontwikkeling. Mm-hmm. En daar creëren we de reflective practitioner. Als je bij ons binnenkomt als cadet, dan ga je niet meer direct in de voorlichtsteun. Het zal ook nog wel gebeuren hoor, want fysiek is nog steeds een... Maar er wordt meer gevraagd, jongen of meisje, hoe kijk je nou tegen je eigen optreden aan? Hè? Wat heb je ervan geleerd? De groep mag reflecteren. Dus dat is echt wel een heel andere op. Zo, heel anders. Ja? Ja. We doen echt het ouderwetse idee van de instructeur die staat te schreeuwen voor de groep is echt allang passé. Allang. We noemen ze ook geen instructeurs. We zijn opleiders. Doet veel meer recht aan de kwalificaties die ze hebben. Mm-hmm. De manier waarop we lesgeven is ook veel meer gericht op houding en gedrag dan kennisoverdracht. Kennisoverdracht kunnen de jongelui zelf. Ja. Die geeft je gewoon de kennis en die gaan echt zorgen dat dat verspreid wordt binnen de groep. Als dat intrinsiek is, dan heel goed. Dus daar zijn we goed in als KMA. Kameraadschap, leiderschapsontwikkeling, persoonlijkheidsontwikkeling. Waar kunnen we nog wel wat van leren? Dat is bijvoorbeeld op het gebied van projectmanagement. Dan zou ik eigenlijk zeggen, Defensie Breed zouden we daar nog wel iets van kunnen opsteken natuurlijk. Maar ook gewoon de verbinding met de universiteiten en de hogescholen om ons heen. Want daar liggen veel meer kansen dan we hebben. Dus je vraag heel concreet antwoord. Als ik ergens in de toekomst een stip zou mogen zetten waarop we de KMA kunnen typeren als een defensie open universiteit. Ja. Waarbij studenten vanuit
Nederland bij ons kunnen aankloppen voor een module leiderschapsontwikkeling. Mm-hmm. En wij mensen weg kunnen zetten op de universiteiten voor andere zaken. Die interactie is zodanig dat het mogelijk is. Niemand kijkt meer tegen de KMA aan als wat er gebeurt achter die, wat het net, hè, de Bredana die naar de KMA kijkt. Het is een beetje mysterieus, zinnig wat er gebeurt. Ja, precies. Misschien is dat niet slecht, hè, want het is natuurlijk ook wel mooi. Wel het heeft iets, hè. Maar we zijn wat transparanter daarin. En we gaan ook uit van onze kracht. En we gaan dat bijdragen. Dus we zorgen ook dat we nog een maatschappelijk toegevoegde waarde hebben. Aan, dat zou het mooiste zijn. En het grappige is dat iedereen zegt, ja, maar daar hebben we de capaciteit niet voor. Daar hebben we het geld niet voor. Dat hebben we wel. Het kan wel. Het kan wel. Vind ik een hele mooie afsluiting, joh. Ja. Dankjewel. Ik vond het hartstikke leuk. Tof. Op naar de volgende. Ja, dankjewel. Yes. Dankjewel voor de uitnodiging, Annie. Nou, heel graag gedaan. Dankjewel. Ja.